Ja, als je 2 jaar niet in een grote wedstrijd onder lat hebt gestaan, hoe sta jij dan voor? Dat is de vraag bij Nicolas Cinalli. In 2 Perez Elia. Slimme bal van Perez. De eerste kans voor Twente en Jansen. Lepe bal van Kenneth Perez. Toch nog vrij ruim naast geschoten door Jansen. Perez. Cinalli. Terwijl het druk om hem heen was. De bal weer ingebracht en de kans. Die. Maar inmiddels wordt wel volledig gedomineerd door de Tukkers. En daar ontstaan kansen. Deze voor Rajkovic. Dat was heel behoorlijk. Braafheid. Raakt de bal niet lekker. Zo in de voeten van de Heese. Perez speelt de bal. Veel te veel risico genomen. De kans voor Perez. En Cinalli krijgt de gelegenheid om in te vallen voor de doelman in de eerste 10 minuten. Maar heel naïef uitverdedigen natuurlijk van Heese. Elia, daar is Cinalli. Was de bal even kwijt. Maar attent gekiept door de Argentijn. Die niet al te veel symptomen van plankenkoorts vertoont. Tot nu toe. De Ridder. Oeh, dat is maar net voldoende snelheid. Perez en Cinalli. De Jong houdt de bal binnen, krijgt het daarna. Indraaiende vrije schop van Theo Jansen. Cinalli. Met zijn knie tikt hij de bal op de lat. Braafheid. Nu ligt er ruimte voor Twente. Edson Braafheid. Perez. Wisschoff is doorgelopen. Kuvo druk en vol. En uit al van Cinalli lijkt verrast door die inzet van Perez. 10 centimeter na, nog 3 minuten extra. Kuvo, Elia glijdt weg. Perez met schot, Perez. En al het geluk van de wereld voor Cinalli. Want dat was niet best de keeper. Gekiept door de Argentijn. Maar die bal kamoleert via de paal. Precies in zijn handen. Douglas, grote passen van de Braziliaan. Kuvo, de kans nog voor Douglas. Cinalli nu wel snel uit zijn goal. Kuvo dan nog. Arnautovic met een heerlijk schot. Maar ook deze poging die de verlenging zou voorkomen. Hier was hij rap uit zijn goal. De Argentijn Cinalli, die zojuist geluk had, dan is hij daar wel weer op tijd terug. Dan heeft hij toch vooral wat geluk dat hij volley overgaat van wisselen. In de eerste helft, Rajkovic er vanaf. Douglas in zijn